mijn mannen op scherp. Mentaal en fysiek, ijzersterk. Streef gefocust naar die top 1%. Check per pair je project en word een echte. Welkom back iedereen, mannen in beperkt aantal vrouwen met zeer goede smaak. Bij de Barbarian Project, de podcast over alles wat mannen inspireert en drijft. Even de house rules eerst. De house rules. Als je aan het luisteren bent op Spotify, graag een rating, helpt ons enorm. We zitten normaal gezien over de 350, denk ik. Dus thanks daarvoor, absoluut. Dan, als jullie op YouTube aan het luisteren zijn, graag een like en een subscribe. Subscribe mij. En als je uiteraard waarde ontvangt uit deze podcast, deel dat met een man in uw omgeving. Dat is echt wel de belangrijkste van allemaal. Yes, we zijn al plus 1000 strong vaste luisteraars. Laat hem maar blijven groeien, guys. Yes, absoluut. Vandaag is het guest time. We hebben vandaag Kevin van Apex Coaching bij ons. Dank u wel. Kevin, dank u wel voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. We zijn blij u hier te hebben, want jij bent eigenlijk een coach in testosteronoptimalisatie, gut health en krachttraining. Als ik het goed heb. Ja, dat zijn allemaal onderwerpen die de mannen nauw aan het hart moeten liggen. Het moet vandaag een interessant gesprek worden voor zeker alle luisteraars. Mannen, vandaag een heel belangrijk podcast voor jullie. Jullie zijn heel veel jullie bloedwaarden aan het laten checken, doorsturen, alles erop en eraan. Testosteronwaardes liggen bij velen wat aan de lage kant. Dus keep your eyes your ears open. Ja. Your mouth closed. En als je een vrouw bent aan het luisteren bent en je denkt, goh, mijn vent heeft precies wat meer testo nodig, laat hem meeluisteren. Inderdaad. Voilà, Kevin, vertel, wat doe jij? Ik ga eigenlijk iets dieper in op de gezondheid dan de conventionele, dus de dokters en zo. Omdat we ook wel, ik ook wel merk dat dat soms tekort komt. De meeste mensen die eigenlijk bij mij komen, zijn al jarenlang van de specialist naar specialist aan het gaan om eigenlijk oplossingen te gaan zoeken of te vinden. En die ze meestal bij mij dan wel vinden. Ja. Kun je daar een voorbeeld in geven? Ik heb onlangs eigenlijk een klant gehad die eigenlijk twee verschillende auto-immuunziektes heeft die tegen elkaar vecht. En die bij mij nu in de eerste keer sinds 11 jaar tijd betere levenskwaliteit ervaart eigenlijk dan, dan ervoor. Werd van specialist naar specialist doorverwezen. Ja. En door eigenlijk door haar voeding te optimaliseren, door gerichte supplementen voor te schrijven, door de beweging beter te maken voor haar, is dat nu eigenlijk ook wel effectief merkbaar. Ze had een medicijnenlijst van een A4 blaadje vol, die nu eigenlijk nog, ik dacht, 2 of 3 soorten in totaal is. Ja. Dus dat is, ja, dat is wel levensveranderend voor die persoon. Denk je dat de hele levensstijlcomponent door dokters vaak te licht wordt overgegaan, of eigenlijk weinig tot geen aandacht aan wordt besteed? Ja, zoals ook, dat je in zicht voeding en zo. Ook omdat ze het denk ik niet in de opleiding zien. In de opleiding, doktersopleiding, zien ze hoe dat ze symptomen moeten gaan aanpakken, maar niet hoe dat komt. Dus de oorzaak aanpakken zien zij meestal niet. Ja. En ik denk ook gewoon de werkdruk is veel te groot om de tijd in de mensen te steken die de mensen eigenlijk verdienen persoonlijk. Dat is op zich wat er mis is met de hele medische wereld, hè? Dat is symptoombestrijding en niet oorzaakbestrijding of preventie zelfs inderdaad. Nee, klopt. Inderdaad. Ja, klopt. Gemiddeld, hoe lang ben je binnen bij een dokter? 10 minuten, 15 minuten? Voilà, en je bent buiten. Als ik een protocol maak voor iemand, ben ik daar gemakkelijk 10 uur aan bezig. Om eigenlijk alles te gaan bekijken en te doen. Wat zit er allemaal in dat protocol? We gaan eigenlijk van top tot teen alles gaan kijken. Dus mijn intakegesprek, of mijn intakevragenlijst, ik kom na de intakegesprek, is denk ik 150, 160 vragen lang. Dus het is, meestal zijn ze toch meer dan 1 uur tot 2 uur ermee bezig, de mensen. Ja. En gaan ze eigenlijk ook al heel wat antwoorden eruit halen. Ook van dat symptoom kan gelinkt zijn aan dat en omgekeerd. Ik denk dat ik meer dan 300 symptomen in die lijst heb van mijn intake. En daar ga ik dan eigenlijk mee aan de slag. Aan de slag gaan we gaan kijken van hoe zien de bloedwaarden eruit. Die bekijk ik eerst, omdat ik zo objectief mogelijk wil de bloedwaarde eigenlijk gaan bekijken, omdat ik niet wil linken aan maar die symptomen zijn er. Dat gaat waarschijnlijk te maken zijn met die bloedwaarde. Ik wil eerst de bloedwaarde apart bekijken, om dan daar eigenlijk op verder te bouwen. En we gaan eigenlijk ook gaan werken met de functionele bloedwaarde. Dus niet met de bloedwaarde dat je terugkrijgt van de dokter. Dat we daar ietsje meer optimale gezondheid gaan uithalen.
Oké, okay. Wat is het verschil met functionele bloedwaarden? Dat gaat er eigenlijk voor zorgen dat je gezondheid optimaal is. Om nu een verschil te geven, of een voorbeeld van de testosteron, dus de free testosterone. Mm-hmm. De minimumwaarde van de functionele gezondheid is zo goed als gelijkaardig de maximumwaarde van de conventionele gezondheid. Dat begrijp ik niet goed wat je wilt zeggen. Dus mijn range ligt tussen de 700 à 1000, 1100 maximum. Ja. En ik dacht dat de conventionele waarde eigenlijk maximum 800 is. 700, 800. Dat we altijd zeggen, hè, dat eigenlijk de top van de range, dan zit je eigenlijk goed. Ja. Terwijl in de medische wereld momenteel, hè, hier zijn je bloedwaarden, je testo zit zo juist onder de 8 of zo gaat dat zijn. Ja. Oké, dat is savant nog, snap je? Dus functioneel bedoel je eigenlijk gewoon van oké, wat is er dus optimaal. Niet, wat is er niet goed volgens de dokter en zijn marges, maar wat is er goed echt functioneel voor je lichaam? Ja, inderdaad. Okay, dus waar moet je tussenlijn om optimaal eigenlijk al je hormoonbalans, alles eigenlijk optimaal in je lichaam te laten draaien? Hetzelfde met de cholesterol ook. Cholesterol, de functionele waarde ligt ietsje hoger dan de conventionele waarde. De meeste klanten die bij mij komen, die zeggen van mijn cholesterol is veel te hoog. Vallen er eigenlijk perfect binnen. Omdat je meer cholesterol nodig hebt voor je hormoon, voor je breinfunctie, cognitieve functie, dan dat er eigenlijk gedacht wordt. Okay. Ja. En hoe ben je hier terechtgekomen? Wat dat je nu aan het doen bent? Welke wegen je afgelegd? Kun je daar eens doorgaan? Dat is een ietsje zwaarder verhaal. Toen ik 23 jaar was, heb ik eigenlijk mijn mama dood teruggevonden in zetel. Oh. Ze had kanker. Maar ze zei altijd tegen mij dat ze aan het genezen was, dat ze erdoor aan het komen was, totdat ik haar vond natuurlijk. En de dokter zei eigenlijk tegen mij van waarom ze zo verbaasd was, ze ging niet meer genezen. En vandaar is eigenlijk mijn switch gekomen voor toch meer in de gezondheid te gaan. Ja, dat is wel heavy, man. En dus daar is eigenlijk de switch gekomen, dieper ingaan op de gezondheid. En wat is er nu effectief, wat kan je doen om dat te voorkomen? Want voor kanker is er nog zo goed als geen medicijn. Mm-hmm. Maar je kan wel dingen gaan doen om dat te voorkomen of zo lang mogelijk te gaan voorkomen. Cool. Ja. Dan in de corona ook, zat ik ineens thuis van het werk. Ik werkte in het metaal, niemand mocht nog werken. En 2 weken was dat leuk, series kijken, big game. En toen was dat beu en ben ik eigenlijk begin enorm investeren in opleiding, maar niet alleen de opleiding die je in België jammer genoeg kan volgen. In Australië ben ik beginnen kijken, in Amerika. Ben ik terechtgekomen ook bij Jay Carter, functionele gezondheid, waar ik nu nog steeds bij zit, bij dat team. En eigenlijk, ik zeg van alles beginnen studeren en doen, tienduizenden euro's eigenlijk investeren in opleiding. Ja. En tot waar we nu zijn, uiteraard. Ja. En hoe oud ben je nu? Ik kan dat moeilijk inschatten. Hoe bedoel je? Hoe oud is dat? 31. Okay. Ik heb u iets jonger gezet. Oh. Ja, de meesten zeggen dat. Dat is positief, hè? Absoluut. Voilà. Goeie heen. Ja. Functional health. Functional health, inderdaad. Voilà. Inderdaad. Mooi zo. En dus, maar de hoofdfocus van wat je doet ligt wel op testosteronoptimalisatie. Ja. Dat is ook waar wij het meest in geïnteresseerd zijn vandaag. Jawel. Omdat bij 8 op de 10 mensen of bij 8 op de 10 man is die te laag. Mm-hmm. En had hij inderdaad in de range van de conventionele gezondheid, maar kan hij misschien wel nog beter komen voor functionele gezondheid. Absoluut. Wat zijn volgens u de meest voorkomende oorzaken dat mensen nu met low T zitten? Dat zijn er veel. Uh-huh. Stress is een hele groot. Uh-huh. We zitten in een maatschappij dat stress eigenlijk alomtegenwoordig is. Uh-huh. De voeding gaat ook een hele grote zijn. Afvalmaaltijden, makkelijke oplossing, te weinig eiwitten binnenkrijgen. Alles opwarmen in plastiek. De grootste contributor blijkt ook wel overgewicht te zijn. Ja. Dat is number one. Ja, je vetcellen gaan eigenlijk je testosteron gaan omzetten in oestrogeen, waardoor dat je meer oestrogeen gaat krijgen en minder testosteron. Mm-hmm. En dat is wat je zeker niet wil als man. Ja. En blijkbaar, want je zei het inderdaad, de plastic deeltjes overal, beginnen ze nu toch al tot de conclusie te komen meer part te spelen dan ze dachten. Ja, absoluut. En zo zijn er veel dingen. Zoals parfum ook, zijn er ook bestanddeeltjes in. Je huid is nog altijd dat je grootste. Dat zou blijkbaar een van de grootste zijn. Parfum, deo, al die chemische shit dat je echt binnenkrijgt. Ook, dat is dan eerder voor vrouwen, maar ook voor hun hormonen dan. Al die crèmetjes op je gezicht, al die shit. Allemaal mega schadelijk blijkbaar ook. Ja, eigenlijk zo natuurlijk mogelijk gaan. Dus bijvoorbeeld voor de vrouwen, kiezen voor beef tallow is een natuurlijk middel eigenlijk om
Beef tallow. Beef tallow. Dat is eigenlijk een soort crème, vet, ja, inderdaad. En alleen die kan veranderd worden door veel crèmekes. Mm-hmm. Maar die BPA's inderdaad, krijg je op veel manieren binnen. Ja. Plastieke flesjes water die te lang in de zon staan. Mm-hmm. Eten opwarmen, meal preps, worden ook nog veel in plastieke bakjes gedaan. Doe je beter in glazen bakjes. Ja. Deo's dan inderdaad, met aluminium in, kan je ook best kiezen. Oftewel voor een roller, natuurlijke roller, ja, of natuurlijke ingrediënten zonder aluminium. Mm-hmm. Maar het zijn heel veel zaten ook. Veel van die kleine zaten, die eigenlijk wel tot een groot geheel gaan veranderen. Ja. Kun je daar zo een paar tips in geven? Van ik koop die en deo, inderdaad, meal prep in glazen bakjes. Qua deo ben ik nu Happy Earth aan het testen. Happy Earth. Dat is het merknaam. Voorlopig ook wel content van. Uh-huh. Heb je in roller en in spuiter ook van die nieuwe soort deels dat je eigenlijk kan wrijven ook in een soort vet. Daar ben ik wel content van. Wat zijn er dan nog van die tips, die kleine tips? Blijkbaar ook douchewater, hè? Ik weet dat Tibor dat doet. Ja. Tibor die zit in zo'n speciale filter gezet. Ja, het fluoride. Ja. De fluoride wordt er... Ja. Inderdaad. Zelfs lek je water filteren ook, maar het probleem dat de fout dat de meesten maken is ze filteren in het water, dus ze halen er alles uit, maar ze halen er de goede delen en de slechte delen uit. Mm-hmm. Dus eigenlijk moet je goede delen er dan terug gaan in filteren en dat kan je door speciale steentjes doen. Ik dacht dat kokkelsteentjes waren ook. Dan ga je eigenlijk de goede mineralen terug gaan toevoegen aan je water. Interessant. Oké. Okay. Ja. En wat ik een beetje meer diep op wil touchen, want ja, testo, dat is iets wat wij ook al vaak besproken hebben. Dat eigenlijk heel veel mannen hun testo valt op te lossen door, zoals gezegd, levensstijl. Goed eten, buiten komen, wandelen, je vet wegwerken. Dat is eigenlijk waar de meeste mannen al heel veel voordelen van gaan uithalen. 100%. Ik heb dat zelf ook gezien. Mensen die starten met testo 5 en eindigen op testo 20... puur door gewoon goede levensstijlveranderingen, letterlijk. Dus momenteel, als je aan het luisteren bent en jij denkt, ik heb al die extra details nodig, maar jij bent de basics niet eens fucking aan het doen, start met de fucking basics. Ja, punt. Dat wel, zeker wel, inderdaad. Ja. Als je minder fit bent, dan gaat je meal prep of je McDonald's hamburgers uit glazen bakken uit. En dat doen ze ook veel tegenwoordig, is majoring in de minors. Is echt gaan focussen op die kleine deeltjes, terwijl ze beter zijn letten gewoon op hun basisvoeding, op hun beweging, op hun stress. Welke testo booster zou ik moeten pakken? Ja, ja, maar hoe is je voeding? Zit jij niet veel te vet? Zit jij buiten ontkomen? Zit jij in de zon aan het wandelen? Ja. Zoals de Jan hier is heel mooi heeft gezegd van ik slaap niet en ik train niet goed, maar ik drink hier wel deze kruidenthee. Ja. Zoeken naar de little fixes. Voilà. Dus waar ik eigenlijk dieper op wou ingaan, van kijk, we weten, levensstijl is the big one. Maar stel, je doet dat allemaal goed. Je slaapt goed, je stress is laag, jij bent goed aan het eten, jij komt buiten, jij wandelt, jij hebt niet veel vet, alles erop eraan. Stel, dan heb jij nog lage test. Wat kan ik dan doen? Dan kan je gaan kijken naar supplementatie eventueel. Mm-hmm. De meeste man hebben een tekort van zink, magnesium, boron kun je ook gaan kijken. Mm-hmm. Vitamine D3, omega-3. Wordt ook veel te weinig binnengekregen, omdat vette vis wordt praktisch niet meer heen. Klopt. Eigenlijk gewoon 3 gram visolie per dag kan al heel veel aan fixen daar. Omdat je cholesterol is ook nodig voor je testosteron. Mm-hmm. Om even nog terug te gaan, qua slaap zijn er ook studies gedaan. Tussen 4 en 8 uur slaap. Als je 8 uur slaapt, ga je 60% meer testen winnen dan als je 4 uur slaapt. Ja. Dus dat is... 60% de mannen. Dat 60%, dat is zot. Dat is big difference. Als je dat difference. 1 nacht doet, ça va, maar als je dat voor je werk waarschijnlijk veel gaat doen... Dat blijft echt wel een boosdoener, hè, bij veel mensen. Dat blijf ik horen, man. Met iedereen dat je praat, of dat zo interacties doe op social media met mij, en die zo een probleem hebben met iets, die werken en zo shiften, en die slaaptekort zijn, en zo, mijn vet... Of ja, het kan eigenlijk van alles zijn, hè. Mijn vetverlies gaat niet zoals ik wil, of ik zit op een plateau, en dan... Dat is het altijd eerste dat boven komt, man, niet genoeg slaap. Ja, ik heb zelf 12 jaar in shiften en in ploegen gewerkt, dus ik weet eigenlijk perfect wat dat is. Ja. Ik heb in metaal gewerkt, ik heb in de bewaking gewerkt, dus ik weet... Allee. Dat was van nacht, naar de vroege shift, naar de nacht. Dat was... Ja, en dat is echt wel vrij drastisch. Hè. Overlast heb ik dan hier eens gehoord, dat vrij snel is. Ik denk, als je 25 dagen per jaar 2 uur wakker bent, tussen de uren 10 uur 's avonds en 4 uur 's nachts, dan ga je eigenlijk last hebben
van ja, alles wat dat te maken heeft met... dus ja, niet op de normale uur slapen. En dus dat is wel fucked up, hè. Ja, 25 dagen per jaar, dat is niet zo veel. 25 dagen, ja. En maar 2 uur wekker tussen 10 en middernacht. Maar want ook, hey, want oké, je zegt shiften, maar ook gewoon... Mensen hebben slechte slaapgewoontes, hè. Het is het eerste dat ze gaan laten die blaven, allee, die fucking blijven veel te lang op. Heel een tijd Netflixen tot 1, 2 uur s'nachts. Of gamen tot 1, 2 uur s'nachts. Scrollen in hun bed. Scrollen. Allee, snap je? Je moet zelfs geen shiften doen om tegenwoordig een ultra slecht slaappatroon te hebben. Dat is waar. Absoluut. Absoluut. Oké. Okay. On to the next. Ik heb nog wel een paar leuke dingetopics gezien op uw Instagram ook. Dus ik kan er een paar uithalen. Wat is het body fat set point? Dat is eigenlijk, je lichaam heeft daar onbewust een standpunt in. Dus als hij een jaar op 12%, 14%, 16% gaat zitten, en je gaat daar eventjes vanaf weten door een dieet, gaat je lichaam daar automatisch wel naar terugkeren. Het is daarom, na een dieet, dat er heel veel mensen terugkeren naar hun beginpunt en er zelfs overschieten hun, om het lichaam wil hem veilig voelen. En dat voelt veilig, want dat is het lichaam gewend. Maar als je dat langer gaat follow, dus daarom mag je niet gaan diëten. Dus daarom, ik dieet niet, ik gebruik dat woord eigenlijk zelfs niet met mijn klant. Probeer een levensstijl op te bouwen. En als je een levensstijl gaat opbouwen, ga je dat automatisch ietsje langer followen. En ga je ervoor zorgen dat je met tijd dat body fat set point eigenlijk kan gaan verzetten. Dat je lichaam hem op dat punt wel veilig gaat voelen. En zo, dat is zeker dat je daar dan eigenlijk makkelijker kunt rondblijven. Ja. Als je zonder, ondanks dat je dan misschien af en toe in je calorie surplus gaat. Tot het dan zeggen. Ja, dat is je baseline, body fat baseline weight eigenlijk, snap je? Dus bij ons nu, bij mij nu, mijn baseline weight is 100 kilo. Als ik 5 kilo afval op 2 weken tijd, mijn lichaam wil terug naar die fucking 100 kilo, snap je? Dan is het basically op een traag tempo zakken. En uiteraard dan daar blijven, zorgen dat mijn lichaam dat gewoon wordt tussen haakjes. Ja. En hoe lang moet je daar blijven om dat nieuwe body fat set point, tot dat echt dat nieuwe body fat set point is? Ik dacht dat dat toch tot 6 maanden kon duren. Dus basically, stel, je bent een dude die dat 12% is en jij wilt liever een year-round op 9% lopen, dan moet je door de traag en gestaag naartoe gaan en dan moet je daar 6 maanden op blijven en dan is dat een nieuw body fat set point. Ja, dat gaat dat vlotter zijn, like dat je zegt, ook om daar naartoe te gaan. Bijvoorbeeld ik heb er jaren over gedaan om de 100 kilo te bereiken en eens dat je daarover schiet, dat is, je lichaam heeft gehad en dat is veel gemakkelijker ook. Ja. Vorige zomer, mijn vriendin was zwanger, dus uiteraard meegezwangerd, meegebulkt, ben ik naar 114 kilo gegaan. Ja. En nu merk ik ook van, het is veel moeilijker om weer onder die 100 te gaan. Het is veel makkelijker om naar die 114 te gaan. Ja, dat heeft bij mij ook wel lang geduurd. Onder de 100 heeft lang geduurd. Ja, dat zijn bepaalde, onder de 90 heeft heel lang geduurd. Dat zijn bepaalde punten eigenlijk. Ja. Misschien dat je dat mentaal ook onbewust voor jezelf zet. Ja. Dat is zelfs ook met de bench. Mentaal was dat 100 kilo, 120 kilo, 140 kilo. Maar keer dat je daarboven zit, dat gaat uit niks zien. Klopt. Dat is, ja. Maar denk je dan ook dat als je body fat set point verlaagt, dat het dan ook minder impact gaat hebben op je testosteron om zo droog te blijven? Even bijvoorbeeld, als je rond de 12% bent, dan gewoon kutten, dat heeft ook altijd wel een impact op je testosteron. Hoe lager dat je gaat, hoe minder goed dat je testo gaat zijn, inderdaad. Ja. Maar ik denk, je metabolisme gaat hem wel aanpassen, maar ik denk ook niet dat je al de negatieve effecten ervan gaat kunnen vermijden. Blokken, ja. Zeker niet alleen. Van dat je onder de percentage bedoel. Ja, onder de 10, onder de 8 had zeker. Onder de 10 denk ik, zou van nog onder de 8. Wel, is inderdaad. 10 is het laatste eigenlijk dat ik ook zo aanraad om op lange termijn te behouden, puur voor je hormoonbalans. Ja. Maar denkt u niet, ik weet het niet, dus gewoon theoretisch, hè, dat het vooral het feit is dat omdat je zo laag ontgaan zou, dat je dat daardoor je testo begint te verlagen, met bijvoorbeeld SHBG, hè, dat stijgt als je te lang laag in koolhydraten of calorieën zit. Maar stel, je kunt droppen naar 8% en je kunt dan eigenlijk je voeding reverse diet voilà. Terug in maintenance gaan eten, zou je dan niet terug je SHBG kunnen verlagen en eigenlijk zo terug optimaal, hormonaal optimaal blijven? Denk dat je inderdaad, eens dat je lichaam het weer gewoon is, dat je meer vetten gaat kunnen, want het eerste dat je gaat droppen, zijn vetten, hé, want die tellen heel snel op.
ik ken eigenlijk niet. Nee? Nee. Droppen bedoel je in eruit halen? Ja. Weet je, altijd mijn carbs eerst. Eerst de carbs eruit en dan... Maar de carbs geven ook dat hangt er een beetje af. Ja. Maar ook omdat jullie weten wat je doet. Er zijn heel veel mensen die niks weten van één en die het eerste gaan... Ja, maar ik ga geen vet meer één. En dat is dan ook... Ze gaan zelfs de boter eruit gaan halen, olijfolie eruit halen, met die PEM-spray of wat is het. En niks meer van cholesterol binnenkrijgen, niks meer van omega-3 binnenkrijgen. En dat gaat ook een heel grote factor zijn, denk ik, in dat testo dat zo drastisch gaat zakken dan. Ja, absoluut. Dus eens dat je die vetten terug had kunnen integreren. Vetten is zo het laagste punt dat ik vetten laat zitten, maar dat is echt wel diep in de kut. Het is 0,5 gram per kilo. Maar dat is echt weinig. Dat is al weinig. Liever 0,7, 0,8 ik daar houden. Net zeggen 0,8 eigenlijk minimum voor de hormoonbalans. Voilà. Ja, 0,5 is eerder... In andere gevallen. Als je diep wilt gaan. En als je externe hormoonhuishouding hebt. Ja. Laten we het zo zeggen. Hè? Dat is dan eerder voor de 0,5, maar gewoon 0,7, 0,8 is over het algemeen. Soms moet je gewoon wel dieper gaan. Punt. Ja. Dat is gewoon zo. Voor bepaalde resultaten. Ja, 100%. Daar is. Naar een show toe of fotoshow toe is dat zeker. Ga je ook niet anders kunnen. Want als je onder die calorieën gaat moeten gaan. Maar allee, alleszins, conclusie blijft, voor je testosteron optimaal te houden, zwaar dieet is eigenlijk een no-go. Hè? Maar dat is ook waarom dat basically alle crash diets falen. Hè? Omdat die er op 2 maanden tijd 20 kilo afwerken, bij wijze van spreken. Die komen, zoals dat gezegd, allemaal terug bij. Puur omdat dat lichaam eigenlijk gewoon terug wilt naar daar. Je blijft in die eetgewoonte zitten en je hebt er 5 kilo plus bovenop. Het probleem is ook, je had het vocht uit je vetcellen gaan trekken. Maar je vetcel is daarvoor nog niet weg. Dat heeft tijd nodig. En als je veel tekort had die had die vetcel hem weer gaan vullen met vocht. Gaat groter worden dan ervoor. En ga je eigenlijk dikker gaan eindigen dan dat je begonnen bent. En dat is het probleem ook. Eigenlijk, traag en gestaag is de aangewezen manier. Je kan een korte cut doen, maar dan moet je het inderdaad slimmer gaan aanpakken. Klopt. Ja, op die manier. En hoe lang dan ongeveer, door je mening? Hoe dikker je bent, hoe langer je kan die. Dat is ook te zien. En hoe harder dat je wel kunt gaan in het begin. Inderdaad. Want je hebt veel, veel reserves. Vasten is een perfect voorbeeld. Als je 30-40% bodyfat hebt, kan je dagen aan een stuk vasten zonder dat je negatieve effecten gaat hebben. Integendeel. Zelfs veel positieve effecten. Ja, tot 72 uur heeft eigenlijk heel veel voordeel. Maar dat is ook mentaal is dat natuurlijk iets anders. Voilà. Ik heb het onlangs zelf getest, omdat ik ook zelfde ding wil doen voordat ik het de mensen eigenlijk laat doen. Ja. Laat doen. Zo hoort. Omdat ik me dan inderdaad kan inleven ook. Ik heb honger, het is niet te doen, het is moeilijk. Wat zijn de voordelen van zoveel te vasten? Groeihormoon is aan 72 uur is het 5 of 6 keer groter eigenlijk dan als je start. Dus daarom ook dat je niet veel spiermassa gaat verliezen als je het slim aanpakt. Je kan ook blijven trainen, maar ik zou niet volledig op hetzelfde volume en dezelfde intensiteit blijven trainen. Je cellen gaan herstellen. Bijvoorbeeld ook, ik heb psoriasis. Ik merk ook, als ik een week vast, of als ik een paar dagen in de week vast, dat mijn psoriasis veel beter is dan dat ik heel dagen carbs en zo eet. Ja. Is het ook gewoon omdat je gewoon meer inflammatie hebt van die carbs? Ja, ook. Je voedt die cellen toch ook? Wat zei? Dat je die cellen voedt op die manier. Ja, inderdaad. Psoriasis is een auto-immuunziekte, dus je kan er niet van afraan. Mm-hmm. Maar ik merk nu ook, vroeger stond heel mijn lichaam vol. Het is sinds dat ik de juiste voeding eet, dus niet gezond eet, maar echt de juiste voeding eet, dat praktisch volledig weg is. Mm-hmm. Ik heb alles vanzelf gesmeerd vroeger. Ja. Cortisone, al de vuiligheid dat er is. En het beterde nooit. En het is nu dat ik eigenlijk er echt op let dat het zo goed als volledig weg is. Dus je hebt nu al 72 uur je beste gedaan? Ja. In? Safa eigenlijk nog. Ja. Dat gaat zo in waves, die honger komt. Het is niet dat die honger begint en blijft omhoog gaan. Ja. Maar die honger komt, het zijn vooral die cravings dan eigenlijk mentaal het moeilijkste zijn. Uh-huh. Maar de honger, safa eigenlijk nog. En ik voelde me mentaal wel
klaarder. De brain fog was volledig weg. Dat hoor ik ook wel vaak. Dat is echt en een enorm verschil. Met Tim Ferriss is al langs op Modern Wisdom in podcast geweest. Ik moet trouwens zeggen, zieke podcast. Ja? Die Tim Ferriss, die hebben echt van een sokken geblazen. Dat is toch die van de 4-hour work? Ja, ja. Maat, heel veel goede boeken geschreven. Dat is een ziek slimme gast, maat. Maar wow, next level. Okay. En die haalde ook aan dat hij dus soms... Die gaat soms in ketose, omdat dat ook de enige periode is dat hem op minder slaap kan functioneren. Ja, dat is na 24. Dat is blijkbaar ook echt wetenschappelijk bewezen dat als je in ketose zit, dat je minder slaap nodig hebt. Nee, zot. Ja. Cool, hè? Wist ik ook niet. Ja, zo cool. Dus ja, voilà. Even Na 24 uur begint de ketose en na 36 uur, dacht ik, zit hij op zijn hoogst. Dus ja. Dan ga je daar de meeste voordelen van halen ook. Ja. Maar uiteindelijk, Savannah, en je hebt daar verschillende types ook in. Je wel vast... bijhydrateren zeker, of niet? Dus water en electrolytes of zo? Ja. Toch zeker als je langer dan 36 uur had vasten. Ja, toch, Ik deed gewoon water met Himalaya of Celtic zeezout in. Omdat je daar de meeste elektrolyten wel uithaalt. Ja. En limoensap. Limoensap, ja. Of kokoswater. Geen citroen? Nee, ja, dat is hetzelfde. Okay. Of kokoswater is ook een hele goede voor de potassium. Ik wil een beetje terugcirkelen naar de testo. Want... Ja, ik zeg het, we weten van, kijk, levensstijl is superbelangrijk. Die supplementjes dat je zegt, dat is eigenlijk ook... Dat hoort voor mij bij de basics, snap je? De basics is levensstijl, voeding, slaap, die zink, die magnesium, omega-3's, dat is allemaal basic voor mij. Wat doe je? Stel, ik doe al dat. En toch is je testo niet goed. Wat dan? Dan gaan we dieper gaan kijken, ook via de functionele bloedwaarde, wat dat de oorzaak daarvan kan zijn. Dat kan dan waarschijnlijk dat je met tekorten gaat zitten, voedingstekorten, zelfs al zijn je basics goed. Zelfs al pak je supplementen, de basics, kan je nog altijd met tekorten gaan zitten. En dan gaan we kijken van, scheelt er iets met je schildklier bijvoorbeeld? Ga je schildklier te snel werken, te traag werken? Kan ook zijn dat je dan geen testosteron kan aanmaken of niet voldoende kan aanmaken. En dan kun je gaan kijken ook weer met supplementen voor die schildklier bijvoorbeeld. Ga je kijken voor de benen, werken die voldoende? Omdat die ook twee heel belangrijke zijn voor de testosteron aanmaak. Kan je met voeding gaan oplossen, kan je ook met supplementen. Welke supplementen adviseer je bij te nemen voor schildklier? Voor het schildklier kan je gaan kijken naar de jodium, choline, dus de ijsschaal. Kan je gewoon verpulveren en in shakes doen, bijvoorbeeld. Selenium, Brazilnuts. Niet zo lekker, hè? Klinkt. Maar het is poeder, dus uiteindelijk smaak je dat niet echt. Je kan ook gewoon een ijsschaal in omelet doen en mee opeten. Ja. Heb ik ook al gedaan, valde ik allemaal wel mee. Ja. Ik vind het niet zo aangenaam, zo'n deeltje dat lijkt me ook niet zo aangenaam. Dat valt goed mee. Valt zo, normaal gezien, een ei, dat mag niet. Niet crunchy. Snap je dat? Dat valt wel mee. Allee, het is ook niet dat je daar vier volledige hijshalen moet hebben. Vanaf welk punt moet iemand beslissen van oké, misschien heb je wel gewoon TRT nodig? Vanaf welk punt is er echt iets mis onder de motorcap? Dat is ook iets dat ik nooit ga zeggen tegen de klant of tegen de persoon van kijk, voor mij ga je nu moeten bij een TRT pakken bijvoorbeeld, omdat ik ben nog altijd geen dokter, ik kan geen diagnose stellen. Ik kan wel zeggen van het kan zijn dat er daar of daar tekorten gaan zijn, we gaan dat proberen, En meestal zie ik na vier weken al dat de mensen een enorm verschil merken in levenskwaliteit. Maar ik kan en mag geen diagnose stellen. Nee, tuurlijk. Maar ik kan wel zeggen van misschien moet ik naar een dokter gaan, en kijk, wat ik dan ook merk. Voilà, er moet wel een punt zijn van, oké, we zijn hier alles aan het proberen, voor x aantal perioden. Hè, vanaf welk punt misschien, dat is interessant misschien om te weten voor de luisteraars, van oké, ik ben nu al echt x aantal lang periode alles aan het doen wat ik moet doen. Vanaf wanneer mag ik misschien beginnen veronderstellen van, oké, ik moet straks naar een dokter gaan, want ik krijg die niet gefixt. En het probleem had dan ook nog zijn van, had de dokter wel een kijken ervoor? Want ik had ook al een klant gehad die alle symptomen had van laag testosteron, vermoeidheid, geen energie, male pattern, baldness, echt alles erop en eraan. Vroeg voor de bloedresultaten voor bij mij in coaching te komen voor testosteron te testen. Maar we gaan dat niet doen. Geen symptomen. Dat blijft schrijnend. Dat ze zelfs niet willen testen. Niet willen testen. Nee. En ja, je hebt een paar keer gevraagd, je hebt doorgedraaid en niet willen testen. Dat is heel eigenaardig. Maar dat is simpel, dan een maat. Gewoon aan de dokter zoeken. Ja. Ik moet zeggen, ik zelf heb het nog niet meegemaakt. Maar ik heb het al gehoord van klanten die echt wel... een dokter hadden die echt tegen de... Ik heb dat echt al vaak gehoord. Ik heb dat echt al vaak gehoord. Echt, denk ik, close to 100. Ik vraag dat ook vaak bloedwaarden en zo aan klanten. Ja. En er zijn eigenlijk redelijk wat dokters dat daar niet mee gaan. Gewoon om te checken...
is alles in orde. Ja. Echt hallucinant. Ja, ik vind dat heel merkwaardig hoe dat komt, dat er zo'n raar negatief stigma rond is. Het is vooral België dat erin achterloopt, denk ik. Ja. In Nederland is dat veel minder. Is dat juist dat stigma vooral in België heerst en niet in Nederland? Maar blijkbaar is dat wel ook niet helemaal waar. Hè? Want ik zit zelf in begeleiding bij Android Kliniek. En dat was mijn openingsmail. Hè, van ja, dit is mijn verhaal. En ja, in België is het moeilijk en blablabla. Bla, bla. En die antwoordde wel heel specifiek van ja, in Nederland is het eigenlijk ook schering en inslag hoor. Maar iets makkelijker. Iets makkelijker. Of ja, je hebt daar misschien meer klinieken dat er een, echt in gespecialiseerd zijn dan in België. Wel, en in, ik dacht in Nederland ook, maar in bijvoorbeeld Engeland weet ik het zeker. In Australië, Amerika uiteraard. Mm-hmm. Kan je zelfs pakketten bestellen, thuis je eigen bloed afnemen. Dat gewoon terug opsturen en dat je zo al de resultaten krijgt dat je wilt. Ja. Wil je veel betalen, wel kruis je alles aan. Wil je weinig betalen, kruis je weinig aan. Maar je krijgt alles gewoon op die manier. Ik geloof zelfs in Australië komen ze zelfs gewoon je bloed trekken aan huis. dus allee, dat vind ik dat jammer dat je dat hier bijvoorbeeld niet kan. Maar nu zijn ze een klant onlangs die iets zei van FitLab, dacht ik dat de naam is. Ja. En dat is ook onafhankelijk van dokters of zo. Kan je ook gewoon binnenstappen om je bloed te gaan trekken. En ik dacht dat ze in Alter en in Antwerpen zitten. Okay. En kan je ook zelf kiezen van wat dat je allemaal wilt laten. FitLab. FitLab. Okay. Ik denk dat dat was. Dus ik ben dan ook een keer aan het kijken voor daar eventueel... En verder te gaan om daar de klant naartoe te sturen ook. Ook omdat allee, de kost voor een bloedanalyse is ook niet, allee, niet om te lachen. Nee. Dat is daar rap 70, 80, 90 euro. Om als te weten wat er mis is met je gezondheid. Jawel, maar als je meer waardes wilt dan de basiswaardes. Maar in de basiswaardes zit er heel weinig. Ik vind het altijd zot. Ja, amai, zeg, dat is wel veel geld, maar dan weet jij wel wat het er mis is. Ja, tuurlijk. Ja, dat ik een heel kleine prijs te betalen, weet je, voor... Mensen gaan ook zeggen van ja. 20 euro voor supplement betaal het niet, maar een fles wijn op café zetten voilà, van 25 euro is geen probleem. Ja. Voilà. Ja, dus... mijn eerste consultatie in Android Kliniek was bijna 300 euro, maar ja, ze hebben nu daar wel helemaal binnen buiten gekeken. Ja. Al je organen gecheckt, je aortas en zo. Dat is wel best iets waard, toch? Om te weten van, okay, hoe staat het eigenlijk gesteld met mijn lichaam? Ik moet wel zeggen, sinds de coronapandemie, dat ik wel daar een verandering in merk. Dat de mensen effectief meer en meer met hun gezondheid beginnen bezig te zijn. Ja. Ja. Okay. Merk ik ook alleen bij de klanten toe, maar ook gewoon in het algemeen. Dat de mensen ook veel minder gaan direct geloven wat ze zeggen van je moet dit doen. Hey, Ik denk persoonlijk, ik denk dat ook, maar dat is ook gewoon, wij zitten in die wereld. Ja, sowieso. De mensen in onze wereld die zijn bezig met gezondheid. Maar als jij kijkt, voilà, maar als jij kijkt naar de gemiddelde mens, die zijn beduidend weinig bezig met hun gezondheid. Dat is eigenlijk hallucinant. Ik heb overgewicht. De dokter zegt dat ik moet afvallen. Die zegt basically dat ik binnen 5 jaar doodga. Ja, eigenlijk, who gives a fuck? Basically. Snap je? Dat is echt maf. Hoe dat de gemiddelde mens, naar mijn mening, dan redeneert soms. Ja. Ja, klopt, man. Kan ik je weinig op zeggen. Is dan wat baffling. Ja. Oké. Okay. Nog een paar dingen dat ik heb gezien op je Instagram. Wat is je positie over no strips? Ik ben er wel fan van. En je gebruikt ze ook? Ja, maar enkel s'nachts. Dus niet voor te sporten of zo. Dat is ook een ding testen s'nachts. Is het begonnen? Ja, met die no-strips. Oké, want ik heb er eigenlijk liegen. Ja. Ik vind het wel... Allee. Ja, gewoon puur omdat ik merkte dat vanaf ik ga liegen, heb ik heel veel moeite met door mijn neus te ademen. Mm-hmm. En ja, nu dat ik rond 100 kilo weeg, terug wat meer spiermassa heb, dat maakt niet veel beter. Hè? Ja. Dus in dat opzicht wou ik dat testen. Dus dan wel gewoon echt de meest basic besteld. Waarschijnlijk zelfs niet de beste of de goeie of zo, maar gewoon eens om te testen. Ja, dat wist ik ook niet, man. Ik heb ook maar iets besteld. Ah, voilà. Dus zit er op zich niet veel verschil tussen. Nee? Oké. Voilà. Maar ik merkte wel, vanaf als je gaat liegen en je dat ding op, je kunt al veel beter door je neus ademen. Dat merk je al meteen. De studies wijzen ook aan dat bijvoorbeeld een gym ook zijn voordelen zou doen. Omdat je meer zuurstof binnenkrijgt, direct naar je hersenen, ga je meer kracht outputten. Psychologisch ga je ook, meer... dat Rakowski preach dat ook. Ja, die elektromotie draagt me altijd een no-strip. Dat is ook serieus. Dat echt een blokkade heeft. Ah, die heeft echt een blokkade, of? Okay. Ja, daarom. Okay. Maar als jij beter ademt doorheen de dag, natuurlijk kan je dag beter zijn. Allee. Ook gewoon meer door je neus ademen. Voilà. Je neus is gemaakt voor te ademen, je mond voor te eten, niet omgekeerd. Want de meeste mensen die door hun mond
ademen, hebben een probleem met de postuur, met de vertering ook. Door het mond ademen. Ja, hebben ook meer probleem met bacteriën. Waarom? Omdat je neus kuist alles, hoe moet ik het zeggen? Filtert alles, inderdaad. En via je mond gebeurt dat niet. Dus je bacteriële overgroei in je mond gaat ook veel groter zijn. Ja. Slechte adem, waarschijnlijk omdat ze door hun mond ademen. Mm-hmm. Oké, interessant. Dus no strips. No strips. Aanbevelen. Je kan ook mouth tapen doen, dat is nog een stap verder. Ja, maar dat kan ook benauwelijk zijn. Als je dan bijvoorbeeld met een verstopte neus zit en je wordt 's nachts wakker met je mond toegeplakt en met die no strip, dat kan. Ja, misschien niet doen als je een verstopte neus zit, mouth tapen. Maar inderdaad, ook al dat wil testen, maar ik denk van, maat, dat kan toch niet goed zitten? Ja, ik denk ook dat heel met dat zeker met die baard groei niet. Ja. Ik heb het ook nog niet gedaan, omdat ik mijn voordeel wel uit de no strips alleen al. Maar ik hoor wel inderdaad dat mensen toch dat mouth tapen zeggen dat, heel ja, en dat ze veel meer energie hebben en zo. Maar dat is ook logisch, hè? Als jij beter ademt in je slaap, in je slaap, wat is dat? Jij bent iets van CO2 aan het filteren eigenlijk uit je lichaam. Hè? Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat jij doet, maar als jij door je mond ademt, is dat proces veel minder, snap je? Dan bouwt het inderdaad net op. Dus daarom kun jij keilang geslapen hebben, maar als jij de hele tijd door je mond ademt, voel je je daarna nog altijd shit, voel je je nog altijd moe. Mm. Snap je? Okay. En dat kan dat dan oplossen in die zin. Maar ja, je moet wel deftig kunnen ademen door je neus. Maar zuurstof gaat ook veel sneller naar je hersenen via je neus dan via de mond. Okay. Dus dat kan ook wel. Neus ademen, neusstrips, mouth tape. Belangrijke tips. Biohacking. Ja, biohacking inderdaad. Je hebt het ook over stoelgang. Ja, op Instagram. Deze week. Tell me. Simpel, ja. Uit stoelgang kan je al heel veel symptomen eigenlijk gaan winnen. Wat er potentieel kan gaande zijn in het lichaam. Okay. Qua vertering. Is het te dun, te dik? Lukt het niet? Lukt het wel? Mm-hmm. Welke kleur heeft het? Welke consistentie? Zijn de witte vlekken in bijvoorbeeld? Kan je eigenlijk allemaal gaan gebruiken. Okay, we moeten dan ook allemaal onze stoelgang beginnen experimenteren. Mensen kijken raar op als ik dat vraag. Hoe ziet de stoelgang eruit? Mm-hmm. Maar ja. Belangrijk. Hoe moet stoelgang eruit zien? Een gladde, dunne worst. Dus in één stuk. Dus eigenlijk zou je moeten zetten, de worst eruit en weer recht staan. Oké. En variërend fan bijvoorbeeld. Oké, wacht, nog een andere vraag. Hoeveel keer per dag is normaal? Dat is persoonsgebonden. Ja, maar eigenlijk, en heel veel mensen gaan er nu waarschijnlijk zeggen dat dat niet klopt, maar eigenlijk, iedere keer dat je iets eet, maar dan heb ik niet over een snack, maar echt over een maaltijd, dus een volwaardige maaltijd. Iedere keer als je een volwaardige maaltijd eet, moet er iets uitkomen. Mm-hmm. Dus per maaltijd. Ja, dus dat is voor de meeste mensen 2-3 keer op een dag. Voilà. Ja, klopt. Voor mij klopt dat persoonlijk ook. Ja, bij iedereen dat ook in de coaching zit en zo, ook altijd 2-3 keer per dag. Ja, omdat alles... Soms af en toe, er is iemand dat 1 keer of 1 keer om de 2 dagen, maar dat is dan eerder, wanneer dat we in de kutfase zitten, de vetten gaan al wat lager beginnen gaan. En dat is dan, en dan is dat, geen stoelgang meer, vetten terug een beetje omhoog, die sweet spot vinden, dat is... En ook alles wat je lichaam blijft gisten, blijft voor allemaal aan zorgen, half voor bloating zorgen, half voor bacteriën zorgen. Dat vind ik eigenlijk super goed, dat je dat aanhaalt van die vertering en zo. Want dan praat ik weer over de gewone mens tussen haakjes. Die staan er niet bij stil dat vaak hun vertering helemaal de kloot is. Mm-hmm. Nee. Die zijn altijd bloated, die voelen zich altijd slecht. Na 2 weken goede voeding, jij gaat eerst door een periode van buikloop. Want je lichaam moet wennen aan die nieuwe goede voeding en aan die nieuwe bacteriën die je moet aanmaken en bla bla bla. Dan daarna voelt hij zich zoveel beter, dat eten dat kan erdoor, vertering zit goed, die voelen zich beter. Dat is maf wat voor een verschil dat kan hebben. Gewoon en alleen al je voeding op orde brengen, zodat je een betere vertering hebt, beter een testo hebt, dat is goud. Mensen, je zegt het zelf, mensen denken dat het normaal is om geen energie te hebben, om heel dag moe te zien, om opgeblazen te zien, om... Mm-hmm. Allee, dat is niet hoe dat de lichaam werkt. Klopt, En dat is schrijnend om te zien hoeveel mensen dan er eigenlijk in 4 weken tijd nog maar vooruit gaan als ze beginnen om wel... Maar ik vind het altijd heel mooi om dat, om dat net mogelijk te kunnen maken. Mm-hmm. Hè? Dat die na 4 weken zich al 10 keer beter voelen. Zeker. Wat zijn uw pointers voor gezond eten eigenlijk? Want daar heb ik niet over gehad. Wel, gezond eten is een breed spectrum, maar wat dat voor mij gezond is, kan voor jullie... niet gezond zijn, bijvoorbeeld. Wat dat voor mij
goed kan verteerd worden, ga hij misschien niet kunnen verteren, of hij niet. Dus het is echt wel, en dat is ook aan de hand van die bloedanalyse dat we dat gaan bekijken, dan de symptomenlijst, waar dat de potentiële klachten of problemen eigenlijk bij jou gaan liggen. Maar er zijn toch wel voor iedereen voedingsbronnen waarvan je zegt, kijk, voor iedereen is dat gezond. Oké, sommige lichamen kunnen dat beter verteren en dat moeilijker verteren, maar wat is dan gezond effectief voor het algemene dan? Hè? Maar het grootste voorbeeld daarin is gluten. Gluten en lactose. Gluten, het is niet omdat je niet gediagnosticeerd bent dat je gluten niet kan verteren. Dus coliakie. Dat je dat wel kan verteren. Want 90% of 92% van de bevolking heeft eigenlijk een reactie op gluten. Hoeveel? Rond het 90% was het. Een reactie. Een milde, mild tot. Ja. En bij de meeste is dat toch wel naar de opgeblazen gevoelheid. Gaan ze onder lusteloos, brain fog, minder goed slapen, geen energie. En dat loopt eigenlijk wel op. Waarom ook? Omdat België 2 keer per dag brood eten is normaal. Het is morgens nog een keer cornflakes, havermout, noem maar op. Koekjes doorheen de dag. Dat zijn allemaal gluten. Hoe komt dat? Dat is omdat die gluten eigenlijk zodanig bewerkt worden tegenwoordig dat heel veel verschilt met vroeger. Vroeger was dat graan uit de boerenhof, bij wijze van spreken, en kwam het de dag erachter op tafel. Maar nu gaat dat door zodanig veel processen, wordt dat zodanig veel cross-contaminated, dat de meeste mensen daar eigenlijk niet meer mee overweg kunnen. Maar dan ligt het issue niet bij de gluten zelf, hè? Dan ligt het issue bij het feit dat dat zodanig bewerkt is. Ja, sowieso. De extra shit dat erbij is gekomen om dat bij ons op tafel te krijgen. Hetzelfde met eigenlijk alles van onze voeding uit de winkel. Mm-hmm. Alles dat voor verpakt is, moet je eigenlijk links laten liggen. Ja. De omega-6 tegen de omega-3 ratio in een menselijk lichaam moet eigenlijk 1 tegenover 1 zijn, of 1 tegenover 2. Dus dat je dubbel zoveel omega-6 in je lichaam mag hebben dan omega-3. En tegenwoordig is het 1 tegenover 28. Dus 28 keer zoveel omega-6 dan omega-3 in je lichaam. Ja. Dat is een groot verschil. Dat is, en omega-6 is ontstekingsbevorderend. Ja, dus daarom zijn al die zaadolie. Inderdaad, die laaggradige ontstekingen in je lichaam dan hem opbouwen. Ja. En inderdaad, die zaadolie. Dat is de grootste factor. En het ergste van alles is dat ze dan nu met de marketing in het groot op de doos zetten palm oil free. En dat je dan het potje omdraait en dat je 3 andere soorten zaadolie hebt. Canola-olie, zonnebloemolie. En dat is handelijk. Crazy. Ja. Dus welke olie moeten we gebruiken? Kokos. Kokosvet. Kokos eigenlijk is het beste, samen met olijfolie. Dan kan je nog gaan kijken inderdaad naar macadamia-olie. Maar olijfolie is beter koud, hè? Ja, inderdaad, koud. Extra vierge ook. Omdat, anders. Boter? Ja, echte boter. Ghee, beef tallow ook. Wat heb je daar nog in? En best eigenlijk gezouten boter ook. Omdat er veel te weinig zout wordt gegeten ook. Dat was ook zo'n taboe vroeger, dat ze nu ook in aan het draaien zijn. Zout is slecht en suiker is goed. Best als ze dat nu beginnen om te draaien, dat de suiker slecht is. Wat is uw perspectief over lactose en lactose-intolerant? Want naar mijn mening ligt dat in hetzelfde bootje als gluten. Dat lactose tegenwoordig is gewoon zodanig bewerkt dat mensen geen last ondervinden van die lactose. Ja. Want ik ben er 100% zeker van dat iedereen dat lactose-intolerant is, als jij die overschakelt naar gewoon rauwe melk, dat die allemaal perfect kunnen verteren. Die A2-melk, inderdaad. Ja. Wat je ook nog hebt, is dat je niet alleen lactose-intolerant kan zijn, want er zijn ook heel veel mensen die caseïne niet kunnen verdragen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het eiwit dat in de melk zit. Ja. Dus oftewel reageer je op de suiker in de melk, oftewel op de eiwit. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat is ook hetzelfde terug. Het is niet omdat je niet lactose-intolerant bent, dat je daarvoor melk kan verteren. Mm-hmm. Dus ik vermijd het ook persoonlijk en ook met veel klanten eigenlijk. Ja, klopt. Ik eet toch wel bijna dagelijks yoghurtieken eigenlijk. Ja, maar het is bijvoorbeeld, waar ondervinden mensen heel veel last van, dat is als die whey gaan mixen met melk. Want whey is eigenlijk al lactose. Als je dan nog eens melk erbij hebt, vooral dan die gewerkte melk. Ik doe mijn yoghurt met whey, dus dat is ook wel een lactosebom. Maar als jij daar geen last van ondervindt, snap je? Dat is altijd ook het eerste waar dat ik naar ga kijken. Ah, je hebt echt diarree, je hebt zwaar lopende stoelgang. De kans is groot. Welke protein bent jij aan het gebruiken? Bent jij dat met melk aan het doen? En welk merk is je magere kwark en zo? Ja. Dat zijn de eerste factoren dat je altijd gaat bekijken. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Soms is het ook makkelijk op te lossen. Bijvoorbeeld een klant van mij, die iedere keer dat hij zijn protein shake, zelfs met water, dus daarvoor niet met melk, opdronk, ervaarde die brain fog maar echt instantly.
Dus je dronk het op, instantly, brain fog, geen energie mee, doodmoe. We hadden dan eigenlijk gewoon ananas bij hen toevoegen in zijn protein shake, dus dat hij ervoor ananas had, en het was weg. Ja. Puur omdat de bromelaïne, dus dat is een enzym in de ananas, verteert eigenlijk eiwitten. Zijn lichaam werd daardoor geholpen en alles was opgelost. Ja. Ja, naast bosbessen, qua antioxidanten, is ananas eigenlijk ook een van de beste soorten fruit, puur voor uw vertering. En, dat en papaya. Papaya is ook echt superfood. Ja, daar, maar kun je dat of vaak krijgen in onze supermarkten? Moeilijker. In Albert Heijn meestal wel. Ja, maar inderdaad moeilijker. En ook niet altijd. Ik denk dat dat ook een seizoense bom is. Ik kan mij niet voor de mond halen hoe het smaakt. Nee, ik ook niet direct. Papaya. Ik heb nog niet gegeten eigenlijk. Is dat wat mango-achtig? Ja, maar donkerder. Meer mango oranje en heel veel pitten. Van die donkere pitten. Ja, oké. Pak maar ananas. Ja, ananas. Verse ananas is nice, weet je, dat is lekker. Ja, en vers inderdaad, niet uit de bokaaltje. Dat is een goede tip. Dus mensen die eigenlijk last hebben van een shake, gewoon ervoor ananas eten. Ja. Of, hè? En dat zou veel kunnen verhelpen. Ja. Oké, mooie tip. Nog een leuke. Protein farts. Ja. Wat doe je aan protein farts? Ja, het is eigenlijk puur omdat je die eiwitten niet kan verteren. Kan inderdaad ook geholpen worden door die ananas bijvoorbeeld. Maar dan gaan we eigenlijk gaan kijken van... Dus protein farts is door niet goed verteerd. Ja, eiwit. Omdat je... je gaat te snel gaan verteren eigenlijk. Waardoor dat je eigenlijk die gasten, die vertering, gaan meekrijgen. Ja. Die hersting ook. Kan je ook gaan fixen door je eiwitinname ietsje te gaan spreiden. Oftewel ietsje te zakken. Verlopen. Meestal werk ik... Dus proteïnfarct zou ook een indicatie kunnen zijn dat je eigenlijk te veel eiwit zou consumeren? Ja. Okay. Of te veel ineens, inderdaad. Ja. Omdat... dat is zeker van die... Meestal is het nou een shake eigenlijk. Doen er veel, 2 scoops en inderdaad nog een keer die melk. En die combinatie kan meestal ook wel ervoor zorgen. Voor de hersting, voor de vertering, voor de probleem. Meestal voor jezelf is dat niet zo erg, maar voor de mensen rondje is dat ietsje minder. It's not my problem, protein farts. Oké. Oprispend maagzuur. Ja, is meestal het probleem van te weinig maagzuur in plaats dat ze zeggen... er wordt veel gezegd van oprispend maagzuur, hier maagzuurremmers. Het is eigenlijk omgekeerd. Eigenlijk zit je met te weinig maagzuur. Moet je gaan kijken door oftewel bittere groenten bij je maaltijd te eten. Gaat ook de galproductie stimuleren. Gaat er zo voor zorgen dat je meer je voeding gaat opnemen. Ga je maagzuur gestimuleerd worden ook. En gaat dat bij de meeste gevallen al overgaan. De maagzuuroprisping komt er eigenlijk voor dat je maagklep hem eigenlijk niet voldoende kan afsluiten als er niet voldoende maagzuur in de maag zit. Oké. Ik heb dat meestal nog als warm cheatmeal. Dat kan zijn omdat je dan bijvoorbeeld de vetten niet goed kan verteren. Dat je misschien moet kijken naar de halproductie. Ja, de halproductie kan... en dat kun je eventueel wel fixen door... Hoeveel potten binnen Jerry pakt de mat? Nee, vooral de greasy pizza dan, hè, Nee, maar dat kan inderdaad wel aan die halblaas liggen. Kun je wel kijken of het wel betaïne gas heel. Met pepsine, kan je wel. Ja. Oftewel iets bitters eten ervoor. Dan moet geen kilo rucola zijn, maar een handje vol kan al veel doen. Ja, oké. Okay. Interessant. En ik heb ook een interessante gezien op die dingen. Vers is niet altijd vers. Ja, vers is niet altijd vers. Waarom? Persoonlijk, als wij naar de winkel gaan kijken, wel zoveel mogelijk van afkomstig uit België ook. Omdat je dan zeker bent van, het is niet lang onderweg geweest. Ah, ja. Bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, ananas, dat kan al 4 maanden onderweg zijn voordat het hier eigenlijk bij jou thuis komt. Dus daarom dat je misschien soms beter kiest voor ingevroren voeding. Omdat je dan zeker bent, op het moment dat het geplukt wordt, wordt dat ingevrozen en is het safe. Mm. Hey? Wat doen ze? Bijvoorbeeld met bananen ook. Dat wordt daar geplukt, dat ligt daar in kamions, dat wordt besproeid tot en met. Dat wordt 4 maanden eigenlijk verscheept naar hier. Na 4 maanden komt dat hier. En al die pesticiden en zo krijg je binnen. En dat is ook weer een reden waarom dat je testo zo laag is. Al die pesticiden die je binnen krijgt. Ja. Daarom gaat bij je lokale boeren groenten en fruit al. Koop lokaal. Maar die hebben geen bananen, hè? Nee, hebben die geen fruit? Bananen, nee. Ja. Bananen is dat inderdaad. Heb je daar fruit? Ik ben daar zelf nog niet geweest. Appels hebben die. Sommige, het is ook te zien, groenten en fruitboer, of dat de groenteboer is, fruitboer, meestal wel. Papaya soms ook, heel soms. Dus ingevroren fruit is eigenlijk soms een betere keuze. Ja, soms wel. Bijvoorbeeld ook van bosbessen. Ik heb te zien op je Insta van de week, dat bosbessen toch wel aan de dure kant zijn. Kun je ook wel een paar euro sparen op die manier. En het zou dus beter zijn ook. In het algemeen wel. Het is ook te zien van waar ze komen, maar meestal wel. En dan kun je op de verpakking altijd terugvinden. Ja.
Wat zijn dat no-go-zones? Daar heb ik geen idee van. Oké. Nee. Ik zou denken, je hebt zo heel veel groentes en zo, en fruit dat van Spanje komt. En ja, zo. Ik denk gewoon puur hoe verder, hoe slechter. Ja, hoe verder, hoe verder, hoe langer dat onderweg is. Ja, logisch. Logisch, oké. Wat zijn nu go-to voedingsbronnen? Voor mij? Gezondheid, vitaliteit, ja. Ach, simpel, eitjes. Eitjes, vette vis, sal, avocado. Een mens eet eigenlijk zelfs maar 11 verschillende soorten voeding doorheen het leven. Bij mij is dat ook. Een mens is een gewoontedier. Je gaat altijd dezelfde dingen kiezen die je gewoon bent. En dat gaat wel een keer veranderen. Dat gaat, van die 11 gaan er een keer 2 veranderen, dan gaan er een keer 3 veranderen. Maar dat gaat nooit veel groeien, bijvoorbeeld. Dat gaat een keer veranderen, dat gaat niet groeien. Dus bij mij ook, wat is dat? Steak, gehakt, kip, skier. Eieren, avocado, zalm, makreel. Makreel is... Skier is iemand in zaken lactose, dat is lager in lactose of zo? Ja, ik kies het gewoon puur omdat het ietsje meer eiwit heeft. Maar dat is ook maar 1 keer in de week of zo dat ik skier eet. Dat is niet dat ik dat dagelijks eet. Dus sorry, wat hadden we? Zalm, avocado, eieren, steak, gehakt, kip? Dat zal het zo wat zijn. Rucola. Qua groentjes eigenlijk ook vrij basic. Carb sources? Witte rijst, witte aardappel. Dat de bruine rijst, bruine pasta is eigenlijk ook slechter dan dat ze zeggen. Waarom? Omdat voor de vertering ook veel slechter is. Ja, er zit de mening totaal omgedraaid, hè? Bij ons ja, dat is, maar je ziet dat echt. Bruine rijst hebben, bruine, volkoren. Inderdaad. Witte rijst, witte aardappel verteert zo goed. Alles wat ze 10 jaar geleden zijn, want je moet dat eten, is nu heel aan het veranderen. Mm. Crazy eigenlijk, hè? Dat 10 jaar geleden. Dat ze eigenlijk dachten dat ze alles wisten over eieren, heel die shit, en nu eigenlijk het maar allemaal... Eieren dat allemaal zo'n bullshit geweest is, maat. Ja. Eieren. Maar ja, kijk, ik denk ook wel niet eens dat bewust gedaan hebben, weet je. Maar bijvoorbeeld, een theorie van mij was over de bruine rijst of de volkorenproducten. Maar ja, ik kan daarin fout zijn. Dat op een gegeven moment is insuline heel hard, diabetes heel hard beginnen oprispen, hè. En omdat volkoren toch wel een iets lagere GI heeft, hè, dacht ik misschien van oké, ze hebben dat aanbevolen, omdat mensen te veel kampen met diabetes en volkoren gaat daarbij helpen. Dat dacht ik zo een beetje van oké, er is er gebeurd. Maar eigenlijk, als je geen diabetes hebt en je moet niet per se keilage GI-producten hebben, dan ga je er gewoon slechter mee af zijn. Jij kunt dat wel zeggen inderdaad, van op die moment. Maar nu blijven dokters en mediakanalen nog altijd zo'n domme shit zeggen. Snap je? Nu is dat niet meer... Ja, maar dat is gewoon dat die uneducated zijn. Maar dat is niet omdat die van slechte wil zijn of zo, denk ik. Dat niet. Het is gewoon echt met die zitten daar niet in en die ervaren dat zelf niet. Het is inderdaad, je weet pas hoe iets voelt als je dat zelf ervaart. Stom voorbeeld. Ik heb 2 of 3 weken geleden toevallig in de gym met een dokter zitten spreken die al 3 weken opgeblazen was. En ik vroeg ook van, allee, hoe zie je voedingspatroon eruit? En mijn antwoord dat ik kreeg was van, maar ja, ik ben een dokter, ik heb genoeg expertise om te weten dat ik gezond eet. En 2 minuten later was ik gewoon aan het doorvragen van, eet je veel tomaten, eet je veel aubergine? En ze zei van, ja, ik eet eigenlijk geen rauwe tomaat, want ik kan daar niet tegen. Maar ik eet tegenwoordig wel heel veel aubergine. Ik zeg, ja, dat is allemaal van de nachtschadefamilie. Ik zeg, probeer dat een keer te vermijden en zie dat betert. En de week daarna was al haar bloating weg. Dus, je kan gezond eten. Maar een aubergine is ook gezond, maar als je het niet kan verteren, ja, dat is... Maar wie zit jij om tegen die dokter te zeggen, ja, maar dat is... met haar expertise? Hè? Dat is, ja. Ja, dat is in crazy, de tijd wel een beetje. De dokter die ik wel het graagste die spreken nu, dat is die dingen van de Android Kliniek. Ja, ik kan niet op zijn naam komen. Maar die weet ook wel echt veel, hè. Ook over voeding en zo. En supplementen, ja. Die kent zijn stijl wel, hè. Ja. Die wel, maar ik kan niet op zijn naam komen. Allee, de baas van de Android. Ja, ik weet wat je bedoelt, maar... maakt niet uit. Okay. En dat is ook mooi als je dokter bent en je gaat er dan verder in, naar de voeding en naar de supplementen toe. Als je dat kan combineren, kan je superveel mensen helpen. Exact. Ja, en dat is echt, dat is chapeau. Ja, dat wordt veel te weinig gedaan. Hè. Kijk naar de gemiddelde huisarts. Wat weet die eigenlijk? Allee, buiten symptoombestrijding dan. Ja. Jammer genoeg. Ja. De gemiddelde, hè, mensen, rustig. Als je nog maar 10 oefeningen mocht doen voor de rest van je leven. 10? Dat is nog veel, maar er 3 van. 10, ja. Ik denk niet dat ik er geen 10 doe, zelfs. Oké. Wat zijn je oefeningen dat je doet? De 10 dan, nu? De oefeningen dat je doet, ja. Als je zegt, als er al 10 zijn... Ja, ik doe...
ik train echt redelijk low volume. Ja. 6 werksets per spiergroep, per week. Mm-hmm. Nu ben ik ietsje meer focus aan het leggen op de hypertrofie, dus meer naar de machine. Mm-hmm. Maar dat is ook een fase bij mij. Mm-hmm. Ik ga me 6 maanden focussen op kracht, dus echt de bench, deadlift, shoulder press, zeg maar alles. Hey. En nu is dat onbewust eigenlijk meer machine. Dus nu is het machine press, shoulder press, de hack squat, dus met machine hack squat. Calf raise en de leg press doe ik nu voorlopig ook. One arm pull down en de machine ook. Bicep curl, of course. Of course. Dat je dat niet als eerste hebt gezegd, man. Nee, ja, dat zit redelijk laag in het schema ook. Okay, okay. En tricep press down, basic, en dat is het. Ja, oké. Okay. Iets in cardio? Wandelen. Wandelen. Dat is over het algemeen eigenlijk voor de meeste mensen de meest interessante cardio, maar als je nou testosteron wil krijgen, sprinten. Ja, die moet ook al bijvoorbeeld sprinten. Ik speel ook nog voetbal in het weekend, dus daar heb ik sowieso al een sprint bij. Ja. Maar in de week probeer ik toch zeker ook nog een keer... Oké, nu dat we terugkomen bij een testosteron. Voor de mannen aan het luisteren zijn, en zeg je, kijk, mijn testo is laag, maar mijn levensstijl is shit. De blueprint om je testo terug omhoog te krijgen. Dus met de basis er terug bij dan? De basis. Slaap, 8 uur, ononderbroken, in een koele kamer, dus geen warme kamer, geblendeerd. Wifi-router uitgetrokken, maar omdat niks van licht is, zelfs je wekker niet, maakt dat ook uit is. Dan hou ik kijken naar de stress. Maar omdat je, als je heel veel stress ervaart op je werk of in je leven, dat je methodes hebt om met die stress om te gaan. Dus oftewel meditatie, oftewel ga je het gewoon gaan opschrijven. Een keer iets opschrijven kan ook al heel veel doen, want het is uit je hoofd, het is weg. Hè. Training, krachttraining kan voor sommigen ook een vorm van stressrelief zijn. Nog heel veel. Qua slaap eigenlijk ook heel belangrijk om structuur te hebben in je leven. Hetzelfde uur gaan slapen, hetzelfde uur gaan opstaan. Dat is eigenlijk een hele grote tip die heel veel mensen niet doen. Gaan in de week veel te weinig gaan slapen, gaan in het weekend dan alles doortrekken, gaan 12 uur in hun bedden gaan liggen. Wat dat eigenlijk ook niet had helpen aan testosteron. Qua krachttraining, ook heel belangrijk. Maar wordt er ook veel te veel gemist van te veel, wil ik zeggen, van 6 keer in de week, 7 keer per week gaan trainen. Zeker niet nodig. 3 à 4 keer. Focus op de basics. Squat, bench, deadlift. Train to failure. Niet te hoog in herhaling, want dat wordt ook al redelijk snel een keer gedaan. En zeker als ze gaan kutten. Ik ga kutten. Ja, ik ga mijn volume maal 3 doen. De herhaling dubbel zoveel. Welke is je rep range? Nu 6 tot 8 max. Max. Ja, 8 max. Ja, ik ga eigenlijk bijna nooit over de 8. Meestal rond de 6. Vorige zomer, toen ik op mijn zwaarst stond, ook voor PR's gaan. Echt puur op kracht getraind. 5-3-1, 3x1, 3x3. Dat is dan echt eerder powerlifting. Dat is echt naar de powerlifting. Ja, voilà. En ik merkte toen ook wel, was er nu onbewust omdat ik meer at, dat mijn gevoel van mijn eigen testosteron was wel hoger ook. Ik voelde me veel beter in mijn vel dan nu. Ietsje minder eten, ietsje leaner willen worden, ietsje meer op die machine hypertrofie willen trainen. Mm-hmm. Ik ervaarde meer genot uit die PR's al. Ja, dat is zalig. Dat is ook al de manier sinds dat ik 14 was dat ik train. Echt op kracht. Omdat ik ook vind, met kracht zie je het. Spieren, oké, al goed en wel. Maar wat zie je ermee buiten gym? Met kracht, bij iets kan je eventueel zelfs een leven redden. Naar mijn mening gaan spieren en kracht wel echt hand in hand. Ja, sowieso. En dus, het is daarom dat ik ook in fases werk met de klanten. We gaan een bepaalde periode op kracht gaan werken, dan op hypertrofie en omwisselen. Ja. Ook om het aan de ene kant leuk te doen, maar een echt goede training is eigenlijk rete saai. Okay. Klopt. Echt goede training is. Klopt. Heel veel hetzelfde. Ja. Heel veel hetzelfde. Rete saai. Het schema niet elke 2 weken aanpassen. Nee. En dat is crazy. En als ik dat probeer over te brengen van, ja, ik zit al 3 maanden op hetzelfde trainingsschema, ja. En bent jij progressie aan het boeken? Ja. Oké. Ja. Stop met zagen. Ja. En ik bedoel, I get it, maar... Dat is een beetje het probleem ook met die fitfluencers nu tegenwoordig. Dat is iedere training een heel ander schema. Om de 2 of om de 4 weken je schema veranderen. Klopt. Dus dat is ook het probleem dat ze nu tegenwoordig doen. Is in fases van 2 of 4 weken gaan werken. En heel in de training gaan omgooien.
Ga je progressie maken? Ja. Ga je ideale progressie maken? Nee, alles behalve. Mm-hmm, voilà. Ik werk nu persoonlijk in fasen van 8 weken, dus mm-hmm. dat we 8 weken alles gaan aanhouden. En dan ga ik kijken van, wat moet er veranderd worden? Voilà. Ga ik alles gaan veranderen? Nee. We gaan kijken van bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, we zijn een deficit deadlift gaan doen. Wat gaan we doen met die deficit? Gaan we hem verhogen? Gaan we hem verlagen? Mm-hmm. Gaan we de bargrip hetzelfde doen? Gaan we hem wijder pakken? Gaan we hem lower pakken? Omdat je blijft bij dezelfde oefening. Maar je gaat wel eigenlijk, fysiologisch ga je het wel gaan aanpassen, dat je een heel andere stimulans gaat krijgen, inderdaad. Mm. En door bijvoorbeeld een deficit van een 6 centimeter naar een 3 centimeter te gaan doen, ga je al een heel andere, een heel ander effect gaan creëren. Ja. Ja, ik ben daar nu ook wel wat mee aan het spelen, met af en toe eens dingen switchen, maar over het algemeen is spiermassa aanmaken, eet goed, word sterker op je oefeningen binnen een bepaalde rep range. En fucking grind the shit out of it. Ja. Heel simpel. En weekend, week uit, hetzelfde. En fucking slapen. En dat is zo van, ja, ik moet elke 4 weken of elke 6 weken of zelfs elke 12 weken een ander trainingsschema hebben. Ik heb 3 jaar lang op exact hetzelfde trainingsschema mm-hmm. gezeten. En ik heb elke keer fucking progressie geboekt, snapte? Dat is... Ja, dat is ook zo'n kinkel dat mensen hebben in hun brein. Ja, er moet iets veranderen, er moet iets veranderen. Allee, ik vind dat niet meer tof, maar... Haalt jij geen plezier uit het feit dat je elke week fucking progressie bent aan het boeken? Dat is vooral. Ik ben beu. Maar ja, als je iedere week sterker wordt, wat kun je er beu aan worden? Voilà, iedere exact. Week een extra schijf op die machine steken en van die bar hangen. Het is dan niks dat leuker is. Crazy, dus dat is crazy, hè? Dus dat is ook wel jammer. Of ze zien dan op Instagram een nieuwe soort oefening. Voilà. Dat je 17 kabels voor nodig hebt, dat je een half uur voor nodig hebt voor het klaar te zetten, voilà. Bij wijze van spreken. Mm-hmm. Ja, maar zou dat niet beter zijn? Ja, voilà. Ja, ik ben zo zelf de sweet spot aan het vinden. Hè. Ja, ik kan eerlijk zijn, mijn bodybuilders blijven maar gewoon de same shit doen. Je bent dan bodybuilder, snapte? Mm-hmm. Get fucked. Maar de meer normale mens ben ik wel zo aan het spelen met... Oké, we moeten naar... Want ze moeten het uiteraard ook nog leuk vinden, want anders gaan ze het niet meer doen. Die fun factor probeer ik er ook wel in te zien. Dus ik probeer naar een manier te vinden van... Oké, je moet genoeg... langdurig hetzelfde blijven doen, hè, om progressie te kunnen boeken... Maar je moet af en toe toch ook wel eens een aanpassing maken om het interessant te houden tussen haakjes. Inderdaad. En dat is ook het blijven doen is ook wel een grote contributor aan wel, succes. 100%. Maar terug naar de Tessosteron Blueprint, want daar hebben we niet allemaal afgerond, nee, denk ik. Nee. We hebben trainen, dus we hebben slaap, stress, trainen, de voeding uiteraard en genoeg vetten. Minimum 0,8 gram per kilo lichaamsgewicht naar de gram. Per kilo lichaamsgewicht kan je gerust gaan. En je weet, ik ga persoonlijk ietsje lager dan jullie heb gezien. Jullie gaan naar de 2,5 tot 3. Mm-hmm. Ik ga tot maximum 2,5. Ook meer omdat ik met die vertering bezig ben natuurlijk. Maar voor een man is minimum 150 gram op een dag. Zeker de minimum voor de hormoonbalans. Bij een vrouw 120. Maar meestal ga ik toch ook wel naar de 2,2 à 2,5 gram eiwitten per kilo lichaamsgewicht, inderdaad. Ja. En dan opvullen met carbs. En zien naargelang de bloedanalyse en de symptoom, welke soort carbs. Had dat rijst zijn of had dat eerder in de vorm van fruit zijn, bijvoorbeeld. En wanneer, op basis van wat beslist jij, eerder rijst oftewel eerder fruit? Kijken welke voedingsstoffen dat ze nodig hebben. Als ze veel vitamine tekort, gaan we eerder naar de fruit gaan. Als ze problemen met hun bloedsuiker, inderdaad, gaan we kijken voor misschien eerder naar die witte aardappels te gaan. Ja. Of naar de zoete aardappel misschien zelfs, omdat ook met die glycemische index ook weer kan spelen. En ook gewoon een beetje een afwisseling. Omdat alles in zijn fases ook. Ja, iedereen kan een dieet volgen van 12 weken. Maar daar leer je niks uit. Ik probeer ook wel uit te leggen aan de mensen waarom dat ze wat moeten eten of waarom dat ze best wat eten. Ik wil een klant niet levenslang bij mij en voor hun gezond te moeten voelen. Mm-hmm. Ik wil echt dat ze na hun traject, of na 2 trajecten, ik zeg nu maar, dat ze wel in de plan kunnen trekken, dat ze kunnen voortgaan en dat ze zelf kunnen eigenlijk verder bouwen. Ik heb al verschillende klanten nu die bij mij 10, 12 kilo verloren zijn, dat ik een jaar later hoor en dat ze nog een keer 10 kilo verloren zijn op een goede manier en dat wel vasthouden. En dat vind ik dan veel leuker dan een jaar eigenlijk er moet een geld voor vragen. Voor dan bijvoorbeeld maar 2 keer in hun schema, in hun trainingsschema aan te passen of in hun voedingsschema aan te passen. Mm-hmm. Dat is wel mooi. Dus ja. Okay. Super. I'm out, man. Ik wou vragen, kun jij bij u dit? Nee, klopt. Dat is een goede afsluiter. Ik heb een mooie koffer te hebben vandaag.
Ja, het was leuk. Het was een eerste keer voor mij. Het was spannend. Maar het was goed gedaan, Kevin. Dank je wel. Zeker en vast. Het was blij. En blij dat het met jullie was de eerste keer. Ja. Yep. Kevin, dikke merci. Absoluut. Jullie bedankt voor de uitnodiging. Yes. Guys, see you next time.